Ik ga Uno spelen tegen Alex. En de winnaar die krijgt 100 euro. Ik krijg al mijn kaartjes waarmee ik jou ga verslaan, Jessie. Ja, ik mag beginnen en ik ga voor deze. En je moet dus dezelfde kleur op dezelfde kleur zetten? Ja, of hetzelfde cijfer op hetzelfde cijfer. Dat kan ook. Dus als je nu een 9 hebt, dan kan het ook. Is het nou een 9 of een 6? Volgens mij zit een 9, want het streepje zit eronder. Denk ik, maar dat weet ik niet zeker. Als je te lang niet pakt, dan pakt hij zelf kaarten. Ah, je mag wel nu wat neerleggen, hè. Wat ga je neerleggen? Ik wil deze neerleggen. Ik leg deze neer. Dit kan blijkbaar. Nu kan je een kleur veranderen. Oh, waarom doe je nou weer die kleur? Oh, okay, Omdat ik deze kleur hartstikke mooi vind. Oké, dat is waar. Ik vind blauw mooi. Ik heb de kleur wel. Waarom zijn er geen rode kaarten? Rode kaarten zijn veel leuker. Maar die zijn ze zijn een beetje roze geworden vandaag, lijkt het wel. Ik ga zo die 100 euro van jou winnen. Ja, dat denk ik ook. Want ik kan niet. Ik moet nu pakken en ik kan weer niet. Oh. Ik mag alleen niet hardop zeggen wat voor kaarten ik heb. Want dan hoor jij het natuurlijk ook. Ja, dat is wel moeilijk. Laat ik deze erop zetten. En dan doe ik... Ik doe deze. Alex, ik heb nog een met 3. Wat is dat? Wat gebeurt als ik dit doe? Ben ik dan weer aan de beurt? Dan ben je nog een keer. Je moet wel Uno zeggen, hè? Als je de laatste kaart hebt. Erop doen, dan ben ik weer aan de beurt. Nee, dit meen je niet. Ja, ik heb alleen niet deze kaart. Ik kan daar helemaal niks mee. Zonder te verklappen wat ik nou heb, ben ik wel blij dat je deze kleur hebt gedaan. je moet pakken totdat je kan. Ik heb het door inderdaad. Ik heb zoveel kaarten. Dit was zo niet slim van mij. Ik leg deze op. Dat vind ik wel een hele tactische keuze. Ik vind het echt spannend. Je gaat me niet vertellen dat ik zelfs hiervoor geen kaart heb om erop te leggen. Kan je nu ook niet? Ik heb al bijna Uno, hè. Oké, Jessie, ik heb een stuk of 10 kaarten. Ja, ik kan nu niet. En nu krijg ik ook heel veel kaarten. Alex, heel veel kaarten bij. En de bedoeling is dus dat degene die als eerste helemaal geen kaarten meer heeft, die heeft gewonnen. Heb jij ze geschud? Ik krijg alleen maar dezelfde kleur. Met welke kleur ga ik niet zeggen, natuurlijk. Ik heb deze kaart. Oh, ik had zo'n andere kaart er ook op kunnen zetten. Ik bedoel, ik ga je niet vertellen wat voor kaart ik heb. Ik ga het ook niet vertellen. Ik hoop dat jij niet zo'n kaart hebt. Je krijgt er 2 kaarten bij. Moet ik... Alex, dat vind ik... Maar dit is echt oneerlijk. Hoezo? Dit is in mijn voordeel. Als ik Jessie de kaarten bijgeef, dan betekent dat jij minder kans hebt om te winnen. Ja, maar met Uno mag je toch een +2 op een +2 leggen. Oh, ik heb nu verklapt dat ik een +2 heb. Wat kan ik er... Ik kan deze erop leggen. Waarom leg je alleen maar die kleuren erop? Ik vind deze kleur mooier. Alex, blijkbaar alleen maar deze kleur. Oh nee, ik heb niet alleen deze kleur. Oh, ik heb een andere kleur. Nee, Alex, ik zei deze kleur. Luister, oké? Nee, deze kleur. Jij vond blauw toch mooi. Ik wil de hele tijd mijn kleur veranderen, Jessie. Ik heb echt superveel kaarten, kan ik je vertellen. Ja? Heb je nog meer roze kaarten 5. Dan? Oké, weet je wat? Ik ga er even voor zorgen dat ik van wat kaarten van mij afkom. Ik ben nu namelijk weer aan de beurt, want ik heb een wisselkaart opgegooid. Doen we nog een wisselkaart erop. Waarom heb je de hele tijd wisselkaarten? Ja, zodat ik gewoon lekker vaak aan de beurt ben. Ja, ik kan nu niet. Dit is echt niet leuk. Ja, nu krijg ik echt superveel kaarten. Vier kaarten. Ja, ik gooi deze 7 maar op. Oké, ja, dat is helaas iets waar ik niks mee kan. Maar dat deze wel. Nu mag jij een beurt overslaan. En jij mag ook een beurt overslaan. En nog een beurt overslaan. Ik dacht echt dat ik dit dik ging winnen. Jessie, ik heb nog maar 3 kaarten hierna. En jij mag er 2 bij pakken. Dit meen je. En je mag gewoon nu nog een keer. Ik heb 10 kaarten. Mijn hele beeldscherm staat vol. Laten we deze opleggen. Ik weet niet of dit slim was. Heb jij een 0? Nee, pak er maar 2. Oh, dit was zo niet... Die was slim, hè? Hij is tenminste nog steeds geel, dus ik heb nog steeds... Ik gooi deze op. Zo. Oh, je bent natuurlijk nog een keer dan. Oké, dan gooi ik deze wel erop. Dan gooi ik deze erop. Een 5. Oh, Jessie, ik heb nog steeds maar 3 kaarten. Ik bedoel 2 kaarten. Dat is bijna Uno. Het kan niet zijn dat je 2 gele kaarten hebt. Dat kan gewoon niet. Oké, je hebt gelijk inderdaad. Yes, Oh nee. Kan je? Wat? Ik ga wel de kleur veranderen naar deze kleur. Dat is de enige kleur die ik niet heb. Heb je veranderd naar de goede kleur? Dan moet je alsnog kaarten bijpakken. Ik weet niet wat dit is, maar het lijkt erop alsof jij het niet heel leuk gaat vinden. Ik wil deze kleur. Oké, Jessie, dan wil ik... 5 kaarten pakken en dan gooi ik deze op. Ik moet ook een beurt overslaan. Ga jij maar een beurt over. Nee, ik wil geen beurt overslaan. Hou op, hoor. Oh ja, zeker wel. Ik ga namelijk wat kaarten nu opleggen die ik vanaf moet. Ja, ik heb er nog maar 4 en jij hebt er 8. Dit is echt het spannendste potje ooit.
Wat moet ik doen? Ik kan hier helemaal niks mee, volgens mij. Oh, jawel, ik kan daar al wat doen. Twee, dan gooi ik een 0 op. Volgens mij moet je ook alle hoge kaarten wegspelen, maar dat weet ik niet zeker meer. Nou ja, het maakt niet uit, volgens mij. Het is gewoon dat je alle kaarten moet kwijtraken uiteindelijk, toch? Oh, ja, en nu krijg ik echt heel veel kaarten erbij. Oh, oké. Okay. Dit is leuk. Eerst gooi ik deze. Wacht maar even een beurt. Dan gooi ik deze erop. Beurt overslaan alweer. Wacht maar een beurt en dan gooi ik deze. Oké, dan gooi ik toch deze. Nou, maar nu kan ik niet meer. Je moet die niet gooien. Wat is dit nou weer? Ik weet niet wat het is, maar ik wil deze kleur veranderen. Ik wil de gele kleur. Of oranje. Oké, dankjewel dat je geel hebt gekozen. Dat komt alleen maar goed uit voor mij. Ja, maar ook goed uit voor mij. Oh, dit gaat echt spannend worden. Oh, je hebt een A. Ik heb ook een A. Ik heb ook een A. Ik zei toch dat ik geel wou? Jesse, jij hebt nog maar 2 kaarten over. Ik heb nog maar 2 kaarten. Deze kan erop, deze kan erop. Oh, welke kleur? Dit kleur. Oh, waarom nou weer die kleur? Dat is echt een nette kleur. Ik heb nog meer kaarten pakken. En nu heb ik er nog maar 3 en heb jij er ineens 6. Ik krijg nu heel veel kaarten erbij. Oh, Jesse, hier nog 2 kaarten. Nee, niet deze gooien. Deze kan ik helemaal niet gebruiken. Oh, Alex, je moet voortaan wel goed schudden, oké? Okay? Oh, je hebt gewoon Uno. Je moet namelijk Uno stil als je nog maar 1 kaart over hebt. Ik kan niet, dus pak er maar 2. Ah, ik heb bijna gewonnen anders, hè? Pak er nog maar 2. Meen je dit? Ja, en pak er nog maar 2. Maar dit kan je me niet maken. Ik kon letterlijk de laatste kaart opgooien anders. Ja, en nu sta ik weer voor. Ik heb er nog maar 4. Het is zo oneerlijk, Jesse. Sla maar een beurt over. Wat dacht je daarvan? Ik hier, ik ga ervoor zorgen dat ik nu even van mijn kaart afkom. Ik ook. Ik gooi die 3 op. Oké. Als jij de 3 opgooit, dan gooi ik deze 3 wel op. Dan gooi ik deze 3 weer op. Oké, dan gooi ik mijn 2 wel op. Oh, ik heb nog 3 en jij 2. Kijk eens, dan gooi ik die op. En dan mag ik nog een keer. Dan heb ik Uno gewonnen. 2e potje. Ik heb er zin in. Je staat letterlijk 1-0 voor. Maar betekent dit dat ik dan wel een keer als eerste mag beginnen? Of ben jij weer die... Oh, ik kan niet eens als eerste beginnen. Ik heb helemaal niks. Je moet meteen pakken. Ik heb nog een keer. Maar nu kan ik nog steeds helemaal niks. Je had die kaart moeten bewaren. Je kan ook kaarten bewaren. Dat is zo dom. Oh, ik moet er zoveel bij. Ik kan letterlijk niks opgooien. Je hebt 12 kaarten. Dit is echt leuk. Ja. Hartstikke leuk, Jesse. Dat jij er maar 5 hebt en ik er 12. Ja, maar nu gooi je precies die kleur op die ik helemaal niet heb. Oké, gelukkig heb ik meteen geluk. Ik heb er maar 1 bij te pakken. Meen je dit nou? Oké, weet je wat, Jesse? Ik ga er wel voor zorgen dat ik zelf wat kaarten kwijt kan. Sterker nog, ik vind het niet zo leuk dat jij er zo weinig hebt. Pak er nog maar 2. Nee, ik wil er niet 2. Waarom doe je dit nou? Je hebt er nog, steeds 2 meer. Deze opgooien. Heb jij daar iets van? Ja, ik ga deze opgooien. Lekker een ander kleurtje. Een kleur die ik niet heb. Dit is perfect. Dan moet ik wel bijpakken, denk ik. Dat is de goede keuze geweest. Overslaan. Wat doe je nou? Maar nu moet je weer pakken. Zo slim was dat ook weer niet misschien. Dat hele stapeltje begint nu gewoon al om te raken door jou. Zo, ja, ik weet het oké. Oh, dit is een kaart waar ik wel wat van heb. Oh, hier heb ik wat aan. Ik kan niet anders. Ik moet deze doen. Oké, dan doe ik weer deze. Nou, maar die heb ik niet. Oh. Ja, dat dacht ik al. Dat had ik al door namelijk. Alex, pak er nog maar 5. Hoe doe ik pak er nog maar 5? Ik heb 13 kaarten. 13 kaarten, maar er ging er 1 weg. Oké, dan gooi ik deze op. Dan mag ik nog een keer, dan gooi ik deze op. En dan heb ik er nog maar 2. Ja, leuk Jesse. Hier, pak er maar een paar. Nee, waarom doe je dat? Je moet er alleen maar meer bij blijven pakken op deze manier. En laten we ook deze opgooien. Ik denk dat dit de kaart is die je niet meer hebt, omdat je hem net had moeten leggen. Echt wel, want ik had namelijk deze nog. En dan heb ik deze nog. Ik weet wat ik kan inderdaad. En je hebt... Oké, nou weet je wat, dan doe ik deze erop. Je hebt 2! Ik heb nog maar 2 kaarten bij Rekan helaas niet. Dat is wel een beetje jammer. Gelukkig maar. Ik kan toch niet zo snel eindigen de tweede ronde. Oké, ik maak de kleur... groen. Ja, we gaan voor groen. Dat is precies de kleur die ik bedoel, heel veel had. Maar ik dacht, ik pak maar gewoon even iets anders erbij. Dit is echt perfect. Wat doe je nou? Ik maak er toch nog even een andere kleur van. Ik heb hier nou net wat meer aan op dit moment met mijn 14 kaarten. Weet je wat? Wacht jij maar even, ja? En pak maar 16 kaarten. Wacht,
Meen je dit nou, Jesse? Ja, oh, ik moet zo erg van mijn kaart afkijken. Laat je me nu nog twee pakken. Ik heb er 18. Pak er nog maar twee. Alleen nu kan ik niet meer. Nu moet ik ook weer kaarten pakken. Jesse, dit kan je niet maken wat je me nu aandoet. Dit is niet normaal. Past het nog wel een beetje in je handen of niet? Nou, niet echt. Nee, ik heb 17 kaarten. Jij hebt er maar 4. En we moeten er 0 blijven. Ik heb er nu nog 3. Oh, dit is echt perfect. Ik ga niet winnen. Ah, dat weet ik nog niet zo zeker, hoor. Jawel. Oh, nee. Ik ga dit winnen, Alex. Oké, dan doe ik deze 3 er toch op. En dan ben ik uit. Grapje. Meen je dit? Nee. Nee. Ik schrok me echt een hoedje toen je dat zei. Ja, snap ik. Ik schrok me dat ik eerst hier een klein beetje vanaf ben. Dan gooi ik deze. Dan gooi ik deze. En dan... En wat ga je nu opgooien dan, hè? Gooi ik deze. En dan heb ik Uno. Maar 1 kaart over. Oké, dan gooi ik... Nu moet je de juiste keuze maken. En dan heb ik gewonnen. Alex, ik heb al 100 euro gewonnen, maar ik vind het wel een beetje zielig. Dus als jij dit potje wint, krijg jij een gigantische zak snoep van 20 euro. Dat is echt heel veel snoep. Oké, dat wil ik eigenlijk wel, maar ik kan... Oh, ik kan deze opgooien en dan kan ik de kleur veranderen naar mijn lievelingskleur. Dat is blauw. En die kan ik ook wel gebruiken. Daar ben ik wel blij mee. Oh, ik moet echt een keer winnen hier. Jesse, pak jij daar anders maar wat kaarten bij. Ik word nu namelijk nog maar 3 en jij 6. Dat wil ik helemaal niet. En ik kan ook nog deze opgooien en dan is het voor mijn beurt. En dan moet ik waarschijnlijk weer een kaartje bijpakken. Oh, dit was niet heel slim. Deze kan er wel op. Anders was het echt misschien het snelste potje ooit. Dat zou inderdaad wel echt heel snel zijn. Maar Jesse, ik heb nog steeds maar 3 kaarten. Ik sta er beter voor dan de vorige Ik heb er 5, maar ik heb wel hele leuke kaarten. Ik heb er weer 7. Ik vind het leuk dat jij 7 kaarten hebt. Dit is echt perfect. Het is vreselijk. Jij hebt er letterlijk meer dan dat ik heb nu. Is dat een 9? Dat is Dat is een 9. Oké. Ik ben heel blij dat je deze kaart hebt opgelegd. Want dan kan ik deze doen. Oh nee. Niet zo en veel. Dan doe ik deze. Geef me nou nog 2. Nee hoor, ik geef je er nog 4. Hoeveel pestkaarten. En dan doe ik deze. Weet je wat, zoek het ook maar uit. Hier, ik ben weer aan de beurt. Ik ga zorgen dat ik van mijn kaart afkom deze keer. Hier, deze erop. Nu kun jij heel veel kaarten doen. Ik moet nu weer kaarten pakken. Dat vind ik helemaal leuk. Dat is fijn. Oké, ik heb nu 10. Jij hebt er nu 7? 6. Oké, je hebt een 6 opgegooid. Laten we daar deze van maken anders. Dan maak ik er deze van. Oké, Jesse, dat vind ik heel fijn. Pak er maar nog 2 anders. Nee, ik wil een... dankjewel, Alex. Dankjewel. Zo, dankjewel. Hier, sla maar een beurt over. Dat vind ik niet zo leuk. Weet je wat? Sla anders nog maar een beurt over. Nog een beurt... Oh. Nee, de kleur is veranderd. Ik ben wel blij met deze kleur. Die heb ik er namelijk wel een paar van. Namelijk deze. Oh, nee. Wat kan ik erop doen? Ik kan er ook nog eentje op doen, hoor. Ik gooi deze op. Oké, dan gooi ik deze op. Dan, ik ga een kaart pakken. Oh, ik heb echt een hele goede kaart gepakt. En ik ga hem meteen doen en ik maak blauw. Oh, dat is precies de kaart die ik niet bij me had. Oh nee. Oh, er is zoveel bij. Heb je nu wel genoeg kaarten? Of, ik heb nu 8 kaarten. Ik had bijna Uno. Ik had nog maar 2 kaarten over. Ik vind 10 toch wel mooier. Dus pak er nog maar 2. Pest je mij zo met al die pestkaarten? Weet je, pak er nog maar 5. Dan maak ik er blauw van. Ik kan maar niet nog 5 laten. Dit Jawel. Is zo oneerlijk. Hoezo pest jij de hele tijd al dat soort kaarten? Weet je wat, Jesse? Gooi nou maar op. Ik doe deze en dan maak ik roze. Oké. Maar aangezien jij nu maar 2 kaarten hebt... Ja. Kan ik deze opgooien? Oh, nee. Pakken! Nee, en dan geef je hem ook echt de kleur die ik niet heb. Dit is echt niet leuk. Is perfect. En je mag een beurtje overslaan eigenlijk. Want ik wil eigenlijk alweer aan de beurt zijn. En weet je, ik wil eigenlijk nog wel een keer aan de beurt zijn. En dan gooi ik deze op. Alex, ik vind het niet leuk. Ik wil al die snoepjes zelf hebben eigenlijk. Nee. Stop met mijn kaarten geven, alsjeblieft. Ik kan niet. Nu moet ik weer kaarten pakken. Oké, deze kan ik. Dan doe ik deze. Laten we er een andere kleur van maken. Blauw. Blauw? Oké, dan. Ik heb nog wel blauwe kaarten, dus dat komt perfect uit. Oké, dan gooi ik er ook gewoon een nieuwe blauwe kaart op. Ook nog een blauwe. Doe nu maar een ander kleurtje. Dat is gewoon een kleine tip, hoor. Ik heb nog wel een blauwe kaart. Doe maar een ander kleurtje. Oké, ik had die beter niet kunnen opgooien. Ik heb namelijk geen blauwe kaarten verder. Ik zei toch geen blauwe kaarten? Ik heb ook geen blauwe kaarten. Oh, Jesse, dan moet je gelijk... Oh, je hebt gelijk een blauwe kaart. Ik heb gelijk een nieuwe. Dit is echt perfect. Oké, laten we er een andere kleur van maken, inderdaad. Deze kleur vind ik mooier. Niet groen? Nee, ik heb geen groene kaarten. Ik wil geen groen. Je moet echt heel veel bijpakken. Deze doe ik. En dan doe ik deze. En dan doe ik...
deze. Okay, als jij drie er kaarten open van maakt, dan maak ik er vier van. Vier? Dan, ja, ik kan maar één kaart, dus twee. Oh, je kan twee opgooien. Laten we deze er anders op zetten. Udo. Udo. Oh, nee. Oh. Alsjeblieft moet je de laatste kaart zijn. Alex. De laatste kaart zijn, ja. Sorry. Oh, oh nee. Nee. Nee, ik... Alex. Ik, ja? ik had een roze drie, maar ik klik per ongeluk op het stapeltje kaarten. Ik had gewoon kaart... Je hebt daardoor verloren. Ik, oh. En nu heb ik te lang gewacht waardoor ik mijn kaart niet kon inzetten. Hier, kijk. Dit is de kaart die ik had. Oh, dit is zo dom. Oh, Jesse, nu heb ik minder kaarten dan dat jij. Je had letterlijk kunnen winnen. Helemaal niet. Helemaal niet. Ja, maar ik wist niet dat dat kon. Ik wou gewoon even laat erin schrijven. Laat mij er nou vijf bij pakken. Dankjewel, Jesse, voor deze vijf kaarten die je me erbij laat pakken. Pak er nog maar twee. Twee. Oh, Jesse, dit is zo heerlijk. Ik heb er nog maar twee. Ik heb Udo. Oh, alweer. Ja. Laten we er geel van maken. Ik kan niet. Dat is wel een beetje jammer. Oh, Udo. Oh, je hebt nieuw Udo. Oh, ik heb weer ergens op geklikt. Oh, official heet dat hier. Ja, dat is dat je Uno hebt. Oké, okay, ik heb een 0 opgegooid. Ik ben klaar. Sorry. Zelfs de laatste ronde heb ik verloren. Het staat 3-0. En dit was de video. Klik even hier om een andere video te zien. Dat wil je zeker niet missen. En ze gaan weg in 3, 2, 1.